Goedemorgen Kooiwijzerkijkers, een hele bijzondere dag vandaag, want we zijn hier midden in de bergen en we zijn met NND mee voor de harvest van de 4 en 5-jarige mutpont. Zeer hoge kwaliteit vissen, vissen van 10.000 euro's. Ja, daar mogen wij vandaag bij zijn. Zoals jullie zien is alleen Siebe en zijn team hiervoor uitgenodigd, dus ja, we hebben er zin in. Ik laat jullie kort even de mutpont zien. Hier wordt de steiger afgebroken waar de voermachine op staat. Dit zijn de voermachines die hier worden gebruikt. En als jullie goed kijken, dan zien jullie daar een grote groep vissen zwemmen. En daarachter, dat is nu wat moeilijker te zien. En dit zijn echt fantastische vissen. Hele grote al. En hele hoge kwaliteit. Dus dat gaan we vandaag laten zien. En veel kijkplezier. Dus nu nog ongeveer een 5 vierkante meter, jongens, wat er nog over is binnen het net. En daar zitten alle 22 vissen in. Er is er nog geen ontsnapt, zowel, dan moet alles weer opnieuw. Dus dat is ook nog wel een gedoe. Je ziet nu dat de kwekers het net gaan vastzetten met pinnen in de grond. Een beetje omhoog, zodat ze daarna de vissen kunnen gaan afvangen. Sorry. Oh, dat was. Dat we bij NND klaar waren, hebben we de auto gepakt. Op naar Horsjeking Koi Farm, ook een van de betere farms inmiddels. Ook nog relatief betaalbaar. Vooral gespecialiseerd in Kohaku en Showa. Hele mooie vissen. Ze hadden mooie Nissai ook nog zitten. Daar hebben we het nodige uit gevangen. En Wouter, die ook met ons meereist, die is daar geslaagd voor een prachtige Marute Showa Nissai Female. Echt een topvisje. Hier zien jullie een korte impressie van wat Horsjeking te bieden heeft. Je ziet hier inderdaad vooral Kohaku en Showa zitten. Dit waren ook beide de Nissai bakken waar je uit mocht selecteren. De rechtse van de twee, daar kwam de vis van Wouter ook uit tevoorschijn. Er was ook een team uit Thailand aanwezig om vissen te kopen. Dus pakten wij de auto weer, gingen we naar Isa Koi Farm. Ja, Isa, dat behoeft weinig introductie denk ik voor de meeste hobbyisten. Misschien wel de allerbeste Showa kweker ter wereld, maar in ieder geval toch bij de top 3. Dat zullen zelfs de grootste criticasters van Isa niet ontkennen. Isa weet daar ook inmiddels de prijzen wel goed voor te vragen. Veel van vissen kost hier echt een vermogen. Dat is een goed recht natuurlijk, want het is uiteindelijk allemaal een kwestie van vraag en aanbod. Maar wij reden na het selecteren van een vis van Siebe verder naar Hosokai Koi Farm. Misschien niet de meest bekende voor iedereen, maar echt een hele mooie farm. Bekend om de Asagi, maar ook geweldige Tansho Kohaku, hele mooie Sanke en Showa. En het water hier, dit is diep in de bergen, dus het water is ijskoud. Want ze doen het allemaal met grondwater en met bergwater vullen ze de bassins. Je kunt ook denken, wat hangen sommige vissen er een beetje slap bij. Maar dat komt gewoon omdat dit water een graad of 5, 6 is. Dat warmt vanzelf op door de zon op de kassen. Inmiddels zijn we aanbeland bij Otsuka Koi Farm. Niet de bekendste farm, maar echt
Ongelooflijk goede kwaliteit. Hele goede inkleurige chagoy. Een van de beste Asagi kwekers ook van Niigata, vertelde Atsushi ons net. Kijk eens wat een fantastische Asagi's. Echt geweldig. Een paar hele mooie Tanshokuhaku. Goede Kujaku ook. Schitterende Benigoi. Hele goede Jinrin Chagoy en normale. Een hele kleine farm. Sibisan, Dennis. Het is druk. Dat was het al. Dat is de hele farm. Otsuka Koi Farm en de verkochte vissen. Na Otsuka zijn we bij Oya aangekomen. Kataoka ook wel bekend als. Heel veel tossa in de bak. Sibe heeft een beetje voer bemachtigd. Kijken wat er gebeurt. Nog steeds bij Oya Koi Farm. En dan laat ik even zien hoe dat het hier met de filtratie werkt. Hier onder de dingen, dat zit helemaal vol met ja, een soort matte honingraadachtig spul. En dan zie je dat de bakken zelf allemaal oesterschelpen. Hier hebben ze schelpen en ja, een soort kippengaas, wat blijkbaar ook fantastisch filtert. Continu verversing. Dat is geen leidingwater, maar waarschijnlijk bergwater. En hier zie je de overloop. En dat water loopt dus allemaal gewoon weer weg. Waardoor dat het continu wordt ververst. Hier zie je ook weer water bijkomen. Daar filtratie. Dit is ook nog helemaal filtratie. Ik heb hier een bak met mails. Dit zijn de females. Asagi. Dat is dus het... Het kooihuis van Oya, hoog in de bergen. Op een, was het rijden? Een kwartiertje rijden, denk ik, van waar de farm eigenlijk is. Hebben ze hier nog een huis verstopt.